Goeiedag, Frank de Blanke hier. Van de week had ik een video gemaakt over borstvolume. Hoeveel sets je in een week moest doen om je borst te laten groeien. Naar aanleiding van mijn lichaamstransformatiecursus, waar ik heel veel reacties op heb gehad, heel veel positieve reacties en vragen, waardoor mensen eigen programma's gingen maken, kreeg ik veel schema's terug waarbij eigenlijk iedereen tegen de maximale grens aan zat waarvan je kon herstellen. Nou moet je goed luisteren wat ik net zeg, waarvan je kan herstellen. Dus dat betekent niet dat het altijd goed is om tegen dat maximale aan te gaan zitten. Als de grens tussen de 8 en 22 sets per week zit, waarom zal je dan altijd 20 tot 22 sets per week doen? Als 8 al effectief kan zijn om te groeien, waarom zal je dan altijd meer doen? Meer is niet altijd beter. Soms is het ook goed om je lichaam te laten herstellen. Ik zal je een simpel voorbeeld geven. Maand 1, 2, 3 en 4. 16 weken schema. Hier doe je bijvoorbeeld 10, 14, 18, 20. Dus je doet 4 weken lang. Doe je 10 sets per week. Dan doe je 14 sets, dan doe je 18 sets en dan doe je 20 sets. Ga je weer terug naar 10 sets. Waarom zou je dit doen? Omdat als jij een nieuw gewicht pakt waarbij je dus zwaarder gaat tillen, progressief overloopt, een van de belangrijkste dingen van spiergroei, en je gaat gelijk 20 sets doen, kilde je best wel diep op die herstellijn. Dus als je de model van supercompensatie hebt, dit is waar je nu bent, je homeostase heet dat. Je gaat trainen, dan ga je omlaag, dan wil je herstellen en eigenlijk op dit punt wil je weer trainen. Alleen als je gelijk 20 sets gaat doen met een nieuwe stimulus, dus een nieuw gewicht liggen doen, maak je deze veel dieper, waardoor de kans is dat jouw volgende training hier weer is. Waardoor je eigenlijk niet beter wordt. Dus je moet ook aanpassen aan de hoeveelheid die je doet. Denk daar goed over na. Dus ga niet altijd zeggen van ik ga zoveel mogelijk doen. Nee, geef je lichaam tijd om te herstellen. Zeg bijvoorbeeld, ik train al 15 jaar. Zelden kom ik in die buurt van die 20-22 sets. Ik bankdruk bijna 200 kilo. Denk daar eens goed over na. Kom je daar in de buurt? Zal je dan zoveel sets moeten doen? Vandaag heb ik borst getraind, doe ik 7 sets aan borst. Meer hoef ik niet te doen. Dan doe ik eind van de week nog een training, doe ik weer 7 sets. Dus 14 sets in de week. Zoveel is dat niet. Zoveel hoef je ook niet te doen. Je hoeft niet 4-5 borstoefeningen te doen. Met 2 oefeningen borst kan je complete borst al goed trainen. Meer hoef je niet te doen. Dus meer is niet altijd beter. Wil je nou precies begrijpen hoe dit allemaal in elkaar zit? 2 en 3 december heb ik een musclecamp in Utrecht. Waar al dit soort punten terugkomen. Dan ga je de techniek aanleren van hoe je het optimaal in spiergroep kan trainen. Of je nou je borst wil ontwikkelen als vrouw, bijvoorbeeld de billen. Alle spiergroepen komen aan bod. Je krijgt 4 trainingen. Dus 2 dagen lang met theorie, training, heel afgewisseld. Zodat het aantrekkelijk blijft om te blijven volgen. En dat je ook wakker kunt blijven tijdens de theorielessen. Dan gaan we dit stap voor stap allemaal behandelen. Wil je hier aan deelnemen? Klik dan de link hierboven. Anders wens ik je een fijne dag en spreek je morgen weer. Tot dan!